Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Niveau, een regio magazine. Unieke situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het bij Niveau TV Magazine. Welkom bij deze vijfde uitzending inmiddels van Niveau TV Magazine. Dat staat deze keer in het kader van de makelaardij. En niet zomaar de makelaardij, nee, een speciale tak van de makelaardij. Zoals die in Zuid-Frankrijk door Richard en Ingrid Kolen, die daar hun domicil hebben gekozen een aantal jaren geleden, wordt beoefend. Zij verkopen niet alleen huizen, nee, ze onderhouden ze met name voor de tijd dat de eigenaren daar op vakantie komen. We zijn onderweg nu naar Gulpen met Erik Bessens. Inderdaad, we gaan kijken naar, ik denk wel, een van Limburg's allermooiste plekjes sowieso. Dankjewel, Erik. Nou, maar voordat we naar dat huisje hier in Gulpen gaan kijken, gaan we eerst eens even, zoals beloofd, naar het warme, zoele Saint-Tropez met Ingrid en Richard Kolen. Le Voile de Saint-Tropez. Hier komen wij net Saint-Tropez binnen. Ja, het is vandaag hartstikke druk, het is zondag, dus het gaat niet erg rap. Voor ons rijdt Richard Kolen met Azur Grimaud Services, die beheert dus de huisjes hier. We gaan nu weer op weg naar een huisje wat in de verkoop staat, waarvan hij de bemiddeling doet. Vandaag begint de regatta. Rond een uur of vier vanmiddag zullen de allergrootste schepen, zeilschepen van de wereld zo'n beetje dit dorp aandoen. Daarvoor hebben ze de hele haven ontruimd. Alle motorjachten hebben ze weggesleept. Die motorjachten die overigens voor het grootste gedeelte gehuurd zijn, geen eigendom zijn. Maar hele rijke mensen huren dan die plaats met bijpassende boot hier in Saint-Tropez. Maar daar komen dus nu alleen nog maar zeiljachten. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 veritable. Wat je nou op de achtergrond ziet is dat de regatta-schepen aankomen die hier de wedstrijd gaan houden. En dat die zullen een week lang hier hun verblijf hebben. Je ziet het. Het is het laatste grote evenement dit seizoen voor Saint-Tropez. De goede mensen, althans financieel gezien voor Saint-Tropez, zijn dit de mensen die facteren. En hoeveel van dit soort huizen beheer je hier in het... Nou, ik heb 20 van deze grotere villa's, wat wij op jaarbasis beheren, waar wij alles doen. Dus zwemmeronderhoud, tuinonderhoud, surveillance voor het huis, het aanleveren van huispersoneel als ze dat willen in het zomerseizoen als ze hier zijn. En dat houdt in dat die mensen hier zijn 6 weken per jaar of zo? Nou, deze mensen komen toevallig wat langer, een aaneengesloten stuk, eigenlijk de hele zomerperiode. En nou, wat wij hier gewoon verzorgen, dat is het gedurende het hele jaar wordt er voor het huis gezorgd, op het huis gelet. Onderhoud van tuin, onderhoud van zwembad. Het gras hoeft hier niet te maaien, zie ik. Maar... Nee, hier is niet veel gras, want dit is een huis op een hek. En dat zijn niet alleen Nederlanders, neem ik aan. Nee, dat is, nee. Onze hoofdgroep op dit moment is zelfs Italianen. Daarna komen Nederlanders, Belgen, Duitsstalige mensen, Engelsen, Amerikanen, Zwitsers, zelfs iemand uit Australië. Maar het belangrijkste is, neem ik aan, het vertrouwen, want dat is hetgeen waar het hier om gaat. Het geld is het minst belangrijk, maar het vertrouwen en privacy, denk ik, is het. Les canulars, les bêtards, les folies, les orgies, les jours du bac, le cognac, les refrains. Je le sais que je n'oublierai jamais mes amis, mes amours, mes emmerdes. En hoe kom je aan die klanten? Dus
Het is natuurlijk, alles draait op mond-op-mond reclame. Dat is in deze wereld natuurlijk heel belangrijk. En ik ben in het begin vrij snel goed terechtgekomen bij een aantal klanten wat mij hebben doorverwezen weer naar andere klanten. En zo is het balletje gaan rollen eigenlijk. En dat op die korte tijd, hè? Want je bent oorspronkelijk castrateur in het Maastrichtse koetshuis. Of in het jachthuis bij Kasteel Rijkel. Dus dan heb je het goed gedaan. Geen aspiraties meer terug in die richting? Nee, helemaal niet. Ik heb 8 jaar restaurant gehad en ik heb de kans gehad om dit te kunnen gaan doen. En ik zit hier 6 jaar en ik denk dat ik dit wel de rest van mijn leven kan bepalen. Van 28 naar 2 graden, zoals het nu is hier in het Gulpen. Hij is wel de snelste, maar ik weet de kortste weg. We wachten op Erik en dan kunnen we hem eindelijk vragen of dat idee van Richard en Ingrid ook hier in de regio bestaat. Bij dit huisje hier wat we dadelijk gaan bekijken. Daar komt hij al zo. Ja Erik, daar zitten we dan in Gulpen. Je hebt ons dit huis gerecommandeerd. Je hebt dit in de verkoop geloof ik. Ik heb dit huis in de stille verkoop. Nou, het is nu een beetje minder stil natuurlijk. Maar dit is een huis. Jij zocht iets waar je als Limburger in Frankrijk voelde. De markt zoals die in Zuid-Frankrijk is natuurlijk een heel andere als hier. We zijn hier weliswaar bij een prachtig huis. Wat zeker vergelijkbaar is qua uitvoering. De prijzen liggen wat anders. Het beheer van dat soort huizen, bestaat dat hier? Dat bestaat hier zeker. We zijn er zelf heel hard over aan het denken om dat te gaan doen. Het is er al beperkte schaal, omdat natuurlijk hier de mensen het grootste tijd van het jaar in hun huis wonen. En in Frankrijk bij de gewoon af en toe. En die meneer die nou hier weggaat, die gaat misschien naar zijn huis in Zuid-Frankrijk terug. Dat zou me niks verwonderen. Heb jij daar ook al wat connecties? Ik heb er al wat connecties. Het is niet iets wat ik al uitgebreid doe. Als ik iets doe, doe ik het goed. Okay. Nou, we gaan dit huis eens bekijken. Dat is een mooi vergelijk. Ik denk dat het zich loont. We verkopen eigenlijk huizen puur sang. Van het appartementje van 70.000 euro tot de woning van 1,5 miljoen euro. We hebben meer te koop als je denkt, want er zijn de nodige woningen die wij eigenlijk alleen de klant aanbieden als hij erom vraagt. Stille verkoop noemen we dat. Jij zoekt huizen? Wij zoeken huizen. Wij zoeken huizen voor klanten, maar mensen komen naar ons toe en zeggen ik wil mijn huis verkopen, maar mag niet op internet, mag niet in de krant. Zoals dit. Dit staat ergens aangemeld. Jij weet wie je moet hebben voor dit soort huizen en zo. Buiten is het goed toeven. Het is nou hartje winter, maar hier kun je het toch goed uithouden. Ja, godverdomme, wat een uitzicht jongens, dat is echt geweldig. Dit is skiën in eigen tuin hier. Dit is eigenlijk onbetaalbaar, Guy. Ja. Dit is eigenlijk onbetaalbaar. Dat is iets, je kunt ieder huis veranderen, vergroten, verkleinen, maar je kunt nooit een uitzicht bijbouwen. Een uitzicht kun je niet bijbouwen, dat is een mooie uitspraak vind ik wel. Wat je in Zuid-Frankrijk vaak hebt, is dat ze de huizen compleet met interieur en alles verkopen. Bestaat dat hier ook? Dat heb ik al een paar keer meegemaakt. Het gebeurt regelmatig. Ja, ik kan me daar niks bij voorstellen dat men dat doet, maar aan de andere kant blijkt het toch veel voor te komen. Daar in ieder geval. Het gebeurt hier ook, hè? Het huis en haar... Alles weg. Voorjaar of een paar maandjes komt de Amstel Gold Race ook hierboven weer langs. Dus je zit loge hier onder het pergolaatje.
Het zwembad is leuk in je tuin. Wasa! Maar in de winter kun je er alleen het schaatsen. Klopt, Jan. Bedankt. Het is wel een prachtig zwembad. Maar ik hou het van de zomer. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Niveau, een regio magazine. Unieke situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het bij Niveau TV Magazine.